Gelderland heeft nauwelijks kandidaat Kamerleden. Een enkel aspirant Kamerlid probeert het aantal nog wat op te krikken. Atleet Bram Som uit Gaanderen verspeelt zijn laatste kans en grijpt naast de Olympische Spelen. En dit was het laatste weekend dat wandelaars zich nog konden voorbereiden op de Vierdaagse. Het is gewoon eigenlijk een warming-up eigenlijk voor volgende week. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van zondag 8 juli. Alle grote politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben hun kandidatenlijsten bekendgemaakt. En het aantal Gelderse politici op verkiesbare plaatsen is voorlopig 6 of 7. Dat is waar Gelderland het na de verkiezingen mee moet doen. Dat blijkt uit de laatste peiling van het onderzoek van het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. Nou, goeie vraag, nee. Nee, die ken ik op het moment niet. Nee. Nee. Voor de meeste mensen is het lastig om een Gelders Tweede Kamerlid op te noemen. Toch vinden we wel dat streekgenoten een zetel in Den Haag moeten hebben. Dat is absoluut belangrijk. Ja, absoluut. Omdat die met de streek verbonden zijn en die wat meer de gevoelens weten van de mensen waar ze wonen. Nou, ik denk dat het wel zijn voordelen heeft, omdat ze het gebied natuurlijk kennen. Maar dus het is wel belangrijk. Toch zeggen politicologen dat de invloed van Gelderse Kamerleden niet heel erg groot is. Als je gaat kijken naar de invloed van een Gelders Kamerlid zeg maar, op de agenda, ja, dan is het de invloed van één Kamerlid. Hè? En er zijn er nog 149. Dus zo belangrijk is dat allemaal niet. Daar is VVD Johan Houwers uit Winterswijk het niet mee eens. Hij vindt dat hij wel degelijk iets kan betekenen voor de Achterhoek. Als je gewoon hier leeft en woont, dan ervaar je elke dag en je familie en je bekenden, wat er hier speelt. En ik denk dat je die ervaringen kan meenemen naar Den Haag. En dat doen ze vanuit andere regio's ook. Als je kijkt naar Gelderland, dan zijn bijna alle grote partijen vertegenwoordigd. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zouden er 6 of 7 Gelderlanders in de Kamer komen. VVD'er Anouska van Miltenburg en D66-voorman Alexander Pechtold zijn de grootste namen die waarschijnlijk Gelderland gaan vertegenwoordigen. Johan Houwers staat op een bijna kansloze 43ste plek op de kieslijst. Hij gaat deels zijn eigen campagne voeren, houdt de Achterhoek in de Tweede Kamer. De Achterhoekse VVD'er verwacht daarmee in de Kamer te komen. Ik ga me vooral richten op de thema's van de Achterhoek. En dat is wat mij betreft dus het platteland, de verandering op het platteland. Dat betekent landbouw die wat minder wordt. Nou, daar kan hij nog best een succes mee halen. De Achterhoek heeft wel een echte eigen identiteit. Je kunt Achterhoekers mobiliseren als Achterhoeker. Maar als hij genoeg voorkeurstemmen wil halen, moet hij zijn gezicht nog wel vaker laten zien. Als ik zeg Johan Houwers, zegt me niks. Nee, sorry. Zegt me totaal niks, nee. Geen idee welke partij? Nou, ik denk dat het een deze hoek CDA. Nee? Ja, en de gang naar de stembus maken we op woensdag 12 september. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Putten zijn 2 mannen opgepakt. Het duo zou zich schuldig hebben gemaakt aan illegale export van afval en valsheid in geschriften. Een speciale opsporingsdienst onderzocht de handel en wandel van het bedrijf al zo'n 2 jaar. Om welke onderneming het gaat, is niet bekendgemaakt. Geen Olympische Spelen voor atleet Bram Som. De hardloper uit Gaanderen verspeelde zijn laatste kans op een ticket voor de Olympische Spelen. Som bleef tijdens de nacht van de atletiek in Heusden op de 800 meter seconden verwijderd van de Olympische limiet. Ruim 3 seconden. Het zit voor Som toch al niet mee, want afgelopen week werd bekend dat zijn dienstverband bij Defensie stopt. Hij behoort bij de topsportselectie. Bram Som werd 6 jaar geleden Europees kampioen en nam deel aan 2 Olympische Spelen. Dat was in 2000 en 2004. 4 jaar geleden plaatste hij zich ook niet voor de Spelen. Som denkt nog niet aan stoppen. Topdrukte op dancefestival Dreamfields in Lathum. Het festival trok gisteren ongeveer 15.000 bezoekers. De organisatie rekende op zo'n 10.000 bezoekers. Het evenement is goed verlopen, zo meldt de politie. In totaal zijn 20 personen aangehouden, de meeste voor drugsbezit. Vorig jaar werden nog ruim 100 bezoekers opgepakt. Vooraf was er ook nog zorg over geluidsoverlast, maar ook dat viel mee. Er zijn maar een paar klachten binnengekomen. Het evenement werd voor de 2e keer georganiseerd. Nog ruim 1 week en dan begint de Nijmeegse Vierdaagse. En voor veel deelnemers was het dit weekend het moment om nog 1 keer flink wat kilometers te lopen. Zo ook voor de familie Werkhoven uit Barneveld. Die dit jaar weer met het hele gezin meedoet aan het grootste wandelevenement ter wereld. Ik ben Tom Werkhoven en ik loop volgende week voor de 10e keer. Ik ben Karen Werkhoven en ik loop voor de 8e keer.
En ik ben Ronald Werkhoven en ik loop voor de 7e keer. U hoort het, alle leden van het gezin Werkhoven uit Barneveld zijn zeer ervaren vierdaagse lopers. Uw verslaggever is niet zo ervaren. Ik loop dit jaar voor de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. En dus train ik vandaag mijn laatste kilometers mee met deze ervaren wandelfamilie. Ja, wat erg belangrijk is als je 4x50 loopt, is dat je allereerst je eigen tempo loopt. Dat is heel belangrijk. En zorg dat je voldoende eet en drinkt onderweg. Zeker als het warm is, veel vocht. Het is, dat heb je gewoon nodig, anders ga je het niet halen. Ook zijn voldoende trainingskilometers vooraf belangrijk. Maar ook zonder de nodige kilometers in de benen kan je de Vierdaagse uitlopen, aldus de zoon van het gezin. Nou, het is ook een beetje de mindset die je ervoor hebt. Ja. Je moet gewoon altijd doorzetten, gewoon lekker door blijven lopen. Ga niet al te hard lopen, dan ga je ook inderdaad gewoon jezelf kapot lopen. En probeer geen blaren te lopen, want als je de blaren krijgt, dan wordt het alweer een stuk moeilijker. En een goede tip, tijdens het wandelen genoeg pauzes nemen. Rustpauzes zijn zeker belangrijk. Ja. Wij lopen meestal zo'n 2 uur, dus dan pakken we een 10 kilometer. En dan rusten we een kwartiertje ongeveer. En dan weer 2 uur lopen. En dan weer een kwartiertje, 20 minuten rust. En zo lopen wij gewoon de Vierdaagse door. Na 20 kilometers lopen van de Kolding Mars, de tocht die voor veel wandelaars de generaal is, komen we aan bij de finish in Nijmegen. Ik heb nu al echt het gevoel van, hij komt er al bijna aan. Ik ben er ook klaar voor. Ik kom nu al binnen op de Vierdaagse. De familie Werkhoven is er klaar voor en ik hopelijk ook. Want over precies 9 dagen wordt het startsein gegeven en gaan meer dan 45.000 wandelaars van start. Nog een laatste tip voor aankomende week. De komende week echt rust. Je mag s'avonds wel lekker nog even een rondje omlopen. Daar is niks mis mee. Maar wij doen niks meer de komende week. Het Nederlands kampioenschap beugelen. Enig idee wat dat is? U ziet het straks. Zwaardvechten en boogschieten voor de hoogste eer. Ruim 200 ridders streden afgelopen weekend tijdens het riddertoernooi in kasteel Doornenburg tegen elkaar. Het evenement werd voor de 4e keer gehouden. Ook in Museumpark Orientalis ging het publiek terug in de tijd. Het Romeinse leger uit de 4e eeuw na Christus streek hier neer. De bezoekers kregen aan de hand van demonstraties een beeld hoe de Romeinen en burgers leefden in die tijd. De 18-jarige baanwielrenster Elis Lichtlee uit Eerbeek heeft op het EK junioren goud, zilver en brons gewonnen. Dat deed ze op de onderdelen sprint, 500 meter en de combinatie. De EK was dit weekend in Portugal. Het slechte weer mocht de pret niet drukken op het Katie Coty Festival in Nijmegen. Veel bezoekers waren naar het Afrika Museum gekomen om de slavernij te herdenken en de afschaffing hiervan te vieren. Tijdens het festival kon het publiek genieten van Surinaamse muziek en van het eten. Door het slechte weer viel de Big Jump letterlijk in het water. Een handjevol mensen waagde de sprong in het water van het Kievitsveld bij Emst. De Big Jump was georganiseerd om aandacht te vragen voor schoon water. Er werd niet alleen in Emst gesprongen. Om klokslag 3 uur gingen mensen over de hele wereld te water. Beugelen in Groenlo een begrip. Menig Groenloer heeft vroeger zijn vakanties gesleten in de Goolsfabriek. Daar werden de beugels op de flessen bier geklikt. En dat heet dus beugelen. Beugelen gaat inmiddels machinaal, maar de traditie wordt in ere gehouden met het Nederlands kampioenschap beugelen. Deelnemers! Vroeger kwamen we bij de grootste flessen en de beugels apart aan. En eigenlijk op de kratten nog. Dus moesten eerst de flessen in de kratten gezet worden. En toen door vakantiewerkers of door de huisdames werden dan de beugels op de flessen gedaan. Zoals je nu hierachter kunt zien waar we een wedstrijd van gemaakt hebben. Mevrouw, dat ging wel heel snel. Ja, maar wij hebben 12 jaar gebeurd. Ik heb een joker ingezet. Wat zegt u? Ik heb een joker ingezet. Ja, en zijn ze de joker? Ja, echt wel. Ja, het ging goed? Ja, ging prima. Maar u heeft 12 jaar lang gebeugeld, zijn? 12 jaar gebeurd. Dus, dan weet je wel een beetje hoe het is. Die ervaring raak je niet zo snel kwijt.
Oh, het gaat heel simpel eigenlijk. Het is niet zo moeilijk. Nee, nee, het is gewoon brute kracht eventjes en dan gaan. Nou, het is meer souplesse. Souplesse? Souplesse, ja. We hebben een weekje in trainingskamp gezeten. Waar? Hier bij onze collega's. Ja. En het moeilijkste was om de krat leeg te krijgen. Maar toen dat helemaal gelukt was, toen ging het in één keer een stuk beter. Hoe komen jullie aan al die lege kratten bier? Opdrinken. Goed je best doen. Goed je best doen met z'n allen. Nee, dat kwam echt goed. Van de grot. Oh, die hebben jullie gekregen? Niet gisteravond? Nee, wij hebben ze allemaal niet opgedronken, want dan kun je hier niet zo goed opletten. Dus wij krijgen medewerking van de grot en de materialen die we nodig hebben, die worden door de grot geleverd. De titel is gewonnen door Team Kuipers. De leden deden over 10 kratten 3 minuten en 47 seconden. En dat is 1 seconde sneller dan de nummer 2. Een verzakte kade, cocktailprikkers van criminelen en de lancering van een nieuw feestdrankje. Kijkt u naar een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. U heeft bij de politie verklaard dat u uw echtgenote heeft geslagen om haar dood te maken. Voormalig Gelredome-directeur Jasper van Amstel moet 12 jaar de cel in voor de moord op zijn vrouw. Van Amstel heeft toegegeven dat hij zijn echtgenote met een honkbalknuppel heeft geslagen en haar daarna met een kussen heeft verstikt. Het echtpaar had relatieproblemen. Delen van de Waalkade in Nijmegen zijn al afgezet en evenementen zijn afgelast. Oorzaak? De kadewand is aan het verzakken. Om verdere verzakking te voorkomen wordt er een laag stenen gestort. Het zit de Gelderse wielrenners niet mee in deze Tour de France. Robert Geesink uit Aalten verspeelt door een val zijn klassement. Maar de grootste pechvogel is Maarten Tjalingi. De Arnhemmer brak zijn heup en zijn Tour zit erop. De eerste dagen in de Tour gaat hartstikke goed. En dan loopt het zo af. Cocktailprikkers tussen de voordeur. Een sluwe manier van inbrekers om te kijken of er iemand thuis is. Of is het gewoon kattenkwaad? De politie neemt het in ieder geval zeer serieus. Als het zo is dat het een methode van inbrekers is, dan moeten mensen dat gewoon weten. En dan kunnen ze daar alert op zijn. De organisatie van de Zwarte Cross zet een nieuw drankje op de markt. Nozem Oil heet het goedje. Het smaakt naar citrus en chili en het is smerig lekker. Voor een leek is het abacadabra. Maar voor wetenschappers van de Nijmeegse Radboud Universiteit is het een groot moment. De ontdekking van het zogeheten Higgs-deeltje. Op een schaal van 0 tot 10 is het een 9,8. Gerrit Komrij is overleden. De kleurrijke schrijver en dichter had altijd een haat-liefdeverhouding met zijn geboorteplaats Winterswijk. Op zijn voormalige school droegen leerlingen een gedicht van hem voor. Soms droom ik in de verre hete zon. Dat ik mijn dorpje een bezoek ga brengen. Gerrit Komrij werd 68 jaar. En dan krijgt u nog het weer. Vandaag met Amara Onwuka. Wellicht heeft u dit vanochtend ook wel gezien. Een zogenaamde shelf cloud. Ah, je moest er wel vroeg bij zijn hoor. Een uurtje of 6 trok deze via Molhoek op de grens tussen Limburg en Gelderland. Trok die zo vanuit het zuiden de provincie binnen. Is meestal de voorbode voor behoorlijk wat regen. En zo'n shelf cloud die ontwikkelt zich door hele snelle stijg- en daalbewegingen. En ja, doordat de zon erop scheen, zo'n lage zonstand maakt natuurlijk allemaal extra spectaculair. Nou, het ging behoorlijk regenen. Hè. Vanochtend hebben we het gemerkt. In de middag werd het wat rustiger. En van het wisselvallige weer zijn we voorlopig nog niet af. Al denk ik dat het niet meer zo nat wordt als vanochtend. Maar feit is wel dat we nog steeds te maken hebben met een lage drukgebied. Hetzelfde lage drukgebied. Dat gaat met zijn kern zo over de Noordzee. En dan zo noord van Nederland richting Denemarken trekken. Met erachteraan een hoop spul, hoop bewolking, regen. En vanmorgen, vannacht zelfs, ook nog eens een keer behoorlijk wat wind. Vandaag overdag veel bewolking, soms een gaatje. Vanavond, vannacht zijn er in eerste instantie nog wat meer gaten. Uiteindelijk neemt de bewolking toe. Vanuit het westen gaat het af en toe regenen. En de wind trekt ook aan. Het is absoluut niet koud. Morgen een dag met veel wolken. Soms ook wel af en toe de zon, maar het zal niet heel veel zijn. En af en toe regent het ook, al zijn het niet meer van die grote hoeveelheden zoals vanochtend. Maar helemaal droog gaan we het zeker ook niet houden. En de temperatuur levert steeds wat in. Meeste wind in de ochtend neemt geleidelijk aan wat af. En de rest van de week, ik kan er kort over zijn, het is wisselvallig. En uiteindelijk ook behoorlijk fris. En dit was het nieuws van zondag 8 juli. Daarin zag u onder meer dat het aantal Kamerleden dat na de verkiezingen onze provincie vertegenwoordigt bedroevend laag ligt. Met geluk 7.
En dat deelnemers aan de Vierdaagse dit weekend hun laatste training afwerkten. Ik wens u nog een fijne avond.